De energie van Felix Mendelssohn moet ongelooflijk geweest zijn. Hij componeerde natuurlijk, maar tekende ook, schilderde ook, richtte orkesten op, las alles wat los en vast zat, bereidde reizen voor door heel Europa en daarom op zijn 27e jaar al, ja, als er dan emotioneel ook het een en ander gebeurt, vader was overleden, de grote vraag, ga ik trouwen of niet met Cecile, had hij toch wat rust nodig. Hij dacht, ver van iedereen ga ik naar Scheveningen toe, genieten van de zee, genieten van de vrijheid die hij hier voelde, samen met een vriend. En dat baden hier, dat deed hem ook werkelijk heel erg goed. Dit moet Mendelssohn zeker gezien hebben. En zelfs dan met zijn rug daartoe gestaan hebben om vervolgens dit te kunnen tekenen. Maar als je nou gaat kijken, dan, ja, dan zie je niet zo heel veel meer terug, maar een paar dingen wel. Dit dakje bijvoorbeeld, jawel, dat zit er nog. Het steegje, die ramen, kijk, die zit hierboven ook nog. Ja, want Mendelssohn heeft hier in Den Haag wel getekend, maar geen noot gecomponeerd. En dat is wel jammer, want hij reisde veel en we kennen bijvoorbeeld zijn Italiaanse symfonie, we kennen zijn Schotse symfonie en hij is op veel plekken in Europa geweest. Maar hier zullen we toch met deze tekening moeten doen. Ja, een hotel in Scheveningen zat er even niet in. Dat was toch echt te kostbaar. Maar hier, midden in Den Haag, was Hotel Bellevue. Met de koets liet Mendelssohn zich dan iedere dag vervoeren naar Scheveningen toe. Ja, zou een gemiddeld mens die aan rust toe is, gewoon kijken naar de zee, het geluid horen en hier helemaal tot zichzelf komen. Mendelssohn kon niet niks doen. En hij tekende hier prachtige prenten van zeilschepen die voorbij kwamen. Zo kwam hij tot rust, tot hij toch op een gegeven moment een ingeving kreeg. Het was genoeg. En zo schreef hij in een brief: ik zou willen dat ik weer terugkom. Heel Holland, met al zijn inwoners, zijn strand, badhuizen, de koerzaal en alles wat erbij hoort, kunnen naar de duivel lopen. Ze kunnen van mij de hei op. En zo ging Mendelssohn na een maand weer weg naar zijn verloofde Cecile om te trouwen. Mendelssohn kwam hier eigenlijk voor zijn rust. Maar er was de directeur van de Koninklijke Muziekschool, meneer Lubeck. Die had een zeer talentvolle leerling, een zekere Johannes Verhulst. En die dacht, dit is mijn kans. Hij verzamelde wat werk van Johannes Verhulst en ging naar Mendelssohn toe. Mendelssohn heeft het een beetje zitten doorkijken en herkende in deze noten een groot talent. En vroeg Johannes om met hem mee te gaan naar Leipzig om daar verder te studeren. Ja, dat was natuurlijk een geweldige kans, want Leipzig was op dat moment een van de muziekcentra van Europa. Daar was niet alleen Mendelssohn, maar bijvoorbeeld ook de familie Schumann, Clara en Robert, die Verhulst daar leerden kennen. En zo leerde hij het neusje van de zalm kennen op het Europese muziekgebied. Johannes Verhulst kwam na 6 jaar terug hier in Den Haag in de Gotische Zaal. Die zag er toen ongeveer zo uit. Wie er ook bij was, was koning Willem II. En koning Willem II was zeer onder de indruk en enthousiast. Hij werd meteen benoemd tot ridderorde. En dat niet alleen, hij werd ook honorair koninklijke kapelmeester. Dat was het begin van een glorieuze carrière. Verhulst heeft ook nooit meer Nederland verlaten. Eén bezoekje nog even aan Mendelssohn, maar verder is hij altijd hier gebleven. Johannes Verhulst werd hier in de Diligentia in Den Haag de dirigent.
Zelfs is hij hier erelid geworden. Maar niet alleen in Diligentia. Hij werd ook dirigent van het Toonkunstkoor in Rotterdam. En zelfs het Felix Meritus in Amsterdam. En daarmee werd hij eigenlijk wel muzikaal de machtigste man van heel Nederland. Dat had natuurlijk fantastische voordelen, want hij interesseerde bijvoorbeeld Mendelssohn, Schumann. Maar ook componisten als Händel en Bach. En er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk omdat hij dat zo deed, dat daardoor Nederland ook dat echte Bach-Händelland is geworden. Ook werden daar enkele componisten niet uitgevoerd door Johannes Verhulst. Bijvoorbeeld Wagner of Liszt, de zogenaamde Noord-Duitse componisten. Berlioz kwam ook niet op de lessenaar. En dit gaf toch een behoorlijke tegenwicht naar Johannes Verhulst. En langzaam begon zijn muzikale macht in Nederland dan ook af te nemen. Hij vertrok hier uit Diligentia, Toonkunstkoor Rotterdam. En eigenlijk in muzikale stilte stierf hij op 74-jarige leeftijd in Bloemendaal. In 1852 nodigde Johannes Verhulst zijn inmiddels vrienden Clara en Robert Schumann uit om hier te komen naar Scheveningen. Clara was inmiddels een internationaal gevierd pianovirtuose en Robert Schumann natuurlijk als componist al heel erg bekend. Maar Robert die leed, zoals we dat in die tijd noemden, aan geestesziekte. Ja, we zouden nu zeggen, hij was gewoon zeer depressief. Maar het deed hem goed hier. Hij at weer. Hij sliep weer beter en aangesterkt konden ze weer teruggaan naar Duitsland. Een jaar later echter kwamen Clara en Robert Schumann weer terug. Ze deden een groot tournee door Nederland en deden daarbij ook Diligentia aan. Robert dirigeerde daar onder andere zijn tweede symfonie. Het succes was ongelooflijk. Staande ovaties. Het kon niet beter. Ja, na het grote succes in Diligentia gingen ze naar het Korte Voorhout, het paleis op het Korte Voorhout. Daar wilde prins Frederik het ook wel eens even horen. Prins Frederik was de broer van Willem II. En daar gingen de Schumanns optreden. Althans, Clara Schumann ging haar grote pianokwaliteiten laten horen. Nou, als we Robert Schumann mogen geloven, was het niet zo'n succes. Ten eerste, het publiek was niet stil te krijgen. Zeer rumoerig. En hij zat naast de prins die hem vervolgens vroeg van... doet u ook nog wat aan muziek? Waarop Schumann alleen maar kon knikken en niks zeggen. Maar de prins ging nog even door. Wat voor instrument speelt u dan? Nou ja, voor Schumann was het wel klaar hier. Hij had het helemaal gehad.